Wij gaan terug naar de hoofdbasis, de home base. Hey, hier is iemand die we kunnen recruiten. En dat is naast een fast travel. Nou, dat lijkt me mooi meegenomen. Iemand die we recruiten naast een fast travel. Oh, hier wordt iemand in elkaar geslagen. Uit de kerstmuts op. Potential recruit. I don't like him. He's a shady character, that's for sure. His network activity shows he's been trying to hack the National Health Service. The NHS has already had its share of problems, without a hacker trying to sabotage it. You're right. What if he injected some easily deletable code or opened an easily closable back door? Blimey, it might take me seconds to fix. Come on, just connect me to a hospital server and I'll sort it. I'm on it. Een hospital server. Hack de NHS servers. Of access de NHS database. Nou, dat is hier bij een fast travel. Dan pakken we die wel. Alle extra teammates zijn meegenomen. Oh, hier wordt weer geprotesteerd. En dit is het ziekenhuis, daar moet ik zijn. Even kijken, ik moet naar boven. Kan dat zo? Located the CTOS hub. Een operative staat hier. Een operative. Located the CTOS hub. Dan moet ik toch het dak op de een of andere manier. Aan de andere kant. Of kan ik zo'n kleine drone even hijacken? Werkt dit? Nee, dit moet fysiek. Hoe ga ik hier komen dan? Hier. Aan de andere kant. Zo even zoeken dan weer, hè. Ik kan wel. Helemaal moeilijk doen, ik kan gewoon de voordeur inlopen. Gaat het dan weer niet? Hoe kom ik daar binnen? Ja, ik kan daar niet komen met een spin. Hoe ga ik hier dan dak op komen? Kan ik op die pijp klimmen? Is dat een ding? Ja, dat is een ding. Dat wist ik niet. Done. What do we have, Bagley? Oh, look at that. He hasn't been exploiting vulnerabilities at all. He's been patching them. Looks like our hacker's a grey hat. Go on. He's been particularly focused on exploits around the organ transfer list. Anyone who got their hands on these exploits would have a lot of control over that waiting list. Sounds like something DedSec should look into. I want a meeting, Bagley. Recruit Malcolm Hines. Meet with Malcolm. Okay. Dat is de vraag. Waar is Malcolm gebleven? Nog steeds daar op het station? Nee, er is wel hier een fast travel Brixton, vlakbij. Ja, en die oma is daar, maar die ga ik echt niet meer gebruiken. Die vrouw is zo traag.
Ik zal even deze scooter pakken. Malcolm Hines. Hij is boven. Oh, hier is hij. Hey Malcolm. Well, well. That second of flesh. I can hardly believe it. We saw the work you did patching up holes in the NHS. Geen kerstmis. It's gewoon een room with witte mus. Not quite good enough to stop Clan Kelly, though. They made up of hundreds of organs before I sealed the exploit in the system. Shit. That doesn't sound good. I would love nothing more than get the last batch back. But I know my limitations. I can't do it on my own. All right. We look into it. Thanks. Take care of this for me, and I'll make it worth your time. Dan moeten we toch nog een klusje voor hem doen. Our grey hat has already worked out the smuggling ring's headquarters. I'm passing the details to your optic. I'll have a look. Smuggling ring's het is een omhoek, oké. Steal the organs transport vehicle. En er is ook nog een sidequest hier te halen. Hierboven is een sidequest. En hier moet ik naar binnen, denk ik. I am here. Good. The stolen organs should be in an ambulance on site. Stolen organs. Gestolen organen in een ambulance. Dat is een guard. Not cool. Daar is de ambulance. Kan ik natuurlijk niet zomaar meenemen. That's the vehicle there. Die zal wel bewaakt worden. Schakelen, ambulance meenemen. I have the vehicle. Now what? I suppose our friend would like it if you took the organs to a hospital, but you could also technically eat them. I don't have a strong opinion either way. I have the vehicle. Bring the organs to the drop point. Okay. 2600 meter, mooi joh. Een paar paaltjes uit de grond rijden, waarom ook niet, hè?
Tidus, daar ga ik maar niet naar binnen. Een ambulance met gestolen organen. Baba. Oeh, wat een stuurwerk. Laat de taxi's even op elkaar inrijden. Het is allemaal gewoon een recruitment mission, hè? Het is niet eens een main quest. Maar ja, alle extra operatives zijn meegenomen. Tower Hamlet. Tower Hamlet. Omdat ik die ene leader in de tower had neergeslagen, is daar de influence verhoogd. Wat een stuurwerk weer, hè? Wat een stuurwerk. Dan ga ik hier de ambulance erop. De parkeerplaats moet ik op. Get out of the vehicle. Yes, yes, well done. I'll let the hospital staff know about this special delivery while you call our hacker friend. It is done. Nice. No more rich buying their way to the front of the Argon market now. People like us with particular skills. We have a responsibility. You should join that sec. Just what I was hoping to hear. I'm in. Recruitment complete. Recruit Malcolm Hines. Nou, heel goed. Dan kunnen we nu door met onze main mission. Stealing schemes. Waar we gewoon kunnen fast travelen naar onze safe house. En dan hebben we dus weer een ganglid erbij. I'll start the briefing whenever you're ready. Ik kan ook weer twee nieuwe sidequests accepteren hier. Nou, dat zal weer van... Ja, dat dacht ik al, omdat ik die vorige had gedaan van die twee figuren. Maar we gaan lekker main questen. Die sidequest, daar krijg je geld voor waar je kleren van kan kopen die ik toch niet koop. Here's what we know about Nigel Cass. He's rolling out something called Project Themis. The lack of information on its own is worrisome. But what little we do know is Cass wishes to remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with Tidus, which is never good. Tidus does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So Tidus is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack. So Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To bypass Tidus security. Exactly, exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. And then you lot will have a fun little gadget to break in the Tidus. Love it. I'll shoot you the location. Be careful. Albion doesn't like to share his toys. Nou, dat lijkt me duidelijk. Steal the micro drone schematic. En waar gaan we dat doen? Helemaal daar. Hier is nog een sidequest te vinden. Ik denk dat dit de dichtstbijzijnde fast travel. Nee, deze. Nee, wel deze. Hey dude, ik wil jouw motor. Nee, wacht, ik pak deze wel, die onbeheerd is.
Onbeheerde motor meenemen is toch handiger dan eentje waar iemand op zit. Ik wil geen verkeersruzie starten. Steal the micro drone schematics. Stealing schemes. Wie is het? You're coming up on the Albion drone facility where the micro drone is being developed. This better be worth it. It will be. You're going to need to disable the security system protecting the R&D lab. Kan dat hier vandaan? Niet zonder meer. Schakel even wat mensen uit hier en daar. Kan niet zomaar. Unlock the drone lab. Moving on. Fuck, look at the door. We have an intruder. Spider interact. Ik kan inderdaad wel met een spider hier naar binnen. Okay. Better not fucking anger me. I need a different point of view. Kwijt. Let's go. Drone, initiate search protocol. Security's down in the R&D lab. The plans for the micro drone will be in there somewhere. Secure the schematics. Okay.
Kan ik hier naar binnen? Ja. Spider interact. Oké, we moeten ook weer als spider naar binnen. Even wachten tot mijn spider gerecharged is. Hey. Je beveiliger valt me aan. Hou op, jongen. Er zit een grote drone weer achter me aan. Ga weg. Aan die drone ontsnappen en dan weer terug naar binnen. Ik stond daar gewoon rustig. Sta je ook helemaal niet in verboden gebied of zo? Politieagent die mij ziet. Wat gebeurt hier? Hoe word ik gezien? Ik sta daar gewoon. Ik wil gewoon rustig mijn missie uitvoeren, jongen. Laat mij. Ik wil gewoon rustig mijn missie uitvoeren. Laat mij gewoon lekker mijn ding doen. Er komt weer zo'n guard aan. Someone's broken in. We have to find them. Drone, begin search. Het zit mij niet mee, hè? Het wordt mij lastig gemaakt. Downloaded the schematics. You can leave whenever you like. You can leave whenever you like. Nou, ik sta gewoon hier lekker buiten. Escape the area. Dat heb ik al gedaan, lijkt me. Niet? Steal the schematics staat er nou weer opnieuw. Huh?
Wat is dit nou weer? Is dit gebeurd? Ik wil die vrouw uitschakelen als het maar. Word ik aangereden? Keep your eyes open. They could be anywhere. Word ik aangereden op straat? Laat mij gewoon rustig mijn ding doen, joh. I've downloaded the schematics. You can leave whenever you like. Escape the area. En dan ben ik hier. Run a search on this sector. Je bent nu uit de area, toch? System must be acting up. Wat willen ze van mij? Escape the area. Ik ben niet in the area. Escape the area. Ik ben buiten de area, joh. Escape the area. Dat wil ik doen. Oh, nu denk ik wel. Naar binnen lopen en weer naar buiten lopen. Oké, okay. Get to safety. Dit is toch wat? Een bug. Now that we have the schematics, we can make micro drones of our very own. Better move fast on that, Bags. We need to get into Tidus ASAP. Shut down Project Themis before Nigel decides to launch. And with what he was saying, we don't have much time. Mission complete. Stealing schemes. Nou, het heeft even geduurd. Maar het is gelukt. En dan gaan wij in de volgende missie naar de Belly of the Beast. Daar zullen we eerst alweer een briefing van krijgen. Nee. Nou, dan zien we jullie in de volgende video. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. Toch wel. Joejoe.